Hallo iedereen en welkom terug op mijn kanaal Stef's Crime Stories voor alweer een leuk verhaal. Allee, leuk tussen haakjes, hè. De verhalen die ik hier vertel zijn meestal niet zo leuk. Voordat ik begin aan de video zou ik willen vragen of dat jullie, nadat jullie het filmpje hebben bekeken, een duimpje willen zetten. Als jullie het verhaal goed vonden natuurlijk. Zodanig dat ik een beetje weet dat ik het hier niet voor Piet Snot zit te doen. Begrijp me niet verkeerd, sowieso doe ik het graag en is het sowieso eigenlijk niet voor Piet Snot, maar het is wel leuk als er een beetje interactie is. Goed, en dan weet ik ook een beetje wat dat er aanslaat en wat dat er niet aanslaat. Je mag ook altijd een voorstel doen voor een bepaald onderwerp of een bepaald personage of een bepaald verhaal waarover je ooit eens iets hebt gehoord of iets hebt gelezen. En als je daar interesse in hebt om dat verder te laten uitspitten door mij en om daar een filmpje rond te maken, dan doe ik dat met heel veel plezier. Maar nog een keer, dan moet er wel een reactie komen en dan moet ik het natuurlijk ook wel weten. Dit gezegd zijnde, mag je ook nog altijd abonneren op mijn kanaal, want voor de mensen die dat al gedaan hebben, bedankt. Dat is echt een boost, dat is een motivatie voor mij om sowieso verder te doen. Ja, en dat is eigenlijk het belangrijkste dat ik wilde nog zeggen, voordat we aan het filmpje beginnen. De zaak van vandaag gaat over een meisje dat leefde in de jaren 1800. Dus we gaan terug een hele tijd terug in de tijd. Dat was veel tijd in één zin. Hey, maar je weet wel wat ik wil zeggen. En haar naam was Fanny Adams. Daar gaan we. Fanny Adams is geboren op 30 april 1859 in Alton. Dat ligt in het graafschap Hampshire in Engeland dus. Zij is een van de 6 kinderen van Harriet en George Adams. Zij was een vrolijk kind. Ze was ook een stuk groter dan haar leeftijdsgenoten. Ze was heel vrolijk. Ze was pinter. Ze was super vriendelijk. Ze was redelijk fel gebekt. En met vriendelijk wil ik ook zeggen, ze praatte tegen alles en iedereen. Zoals dat ze zeggen, iedereen kent dat spreekwoord wel. Ze zou klappen tegen een hond met een noetje aan. Dus zo was Fanny. Dus heel open, heel spontaan, heel luid ook. Maar heel, ja, een aangenaam kind en een springend veld. In die tijd speelden de kinderen nog altijd vrij en blij buiten. Geen zorg aan hun hoofd, totaal niet. En Alton lag ook heel landelijk gelegen. Alton was ook gekend voor zijn hoppenvelden. Dus er werd hoppen geoogst in Alton. Dat was een dorpje die ook gekend stond voor zijn brouwerijen. Hoppen, bier, brouwerijen, alles hangt natuurlijk een beetje aan elkaar vast. En dus die kinderen die buiten spelen, Fanny hoorde daar ook bij. En op 24 augustus 1867 vroeg Fanny, die op dat ogenblik 8 jaar was, om samen met haar beste vriendinnetje Minnie Warner en haar jongere zusje, die dan 7 jaar was, Lizzie, samen te gaan spelen. Ze vroeg dat aan haar moeder Harriet, mogen we gaan spelen? Harriet, zoals ik al gezegd heb, in die tijd, de mensen stonden daar niet bij stil wat er allemaal kon gebeuren. En de criminaliteit lag ook een stuk lager dan de dag van vandaag, jammer genoeg. Dus Harriet zag daar geen kwaad in en ze zei van, ja, het is goed, ga maar gaan spelen. Dus ze wist ook dat ze nooit ver weg waren. Niet ver van waar dat Fanny woonde. Dus zij woonde in een doodlopend straatje dat langs de velden liep. En die doodlopende straat was misschien 400 meter lang of zo. Dus ze waren nooit echt heel ver weg van huis. Dus zo gezegd, zo gedaan. 24 augustus 1867 vertrekt de 8-jarige Fanny met haar zusje Lizzie en haar vriendinnetje Minnie om te gaan spelen op de weide aan het hoppenveld. Eind augustus, het is mooi weer. Ze spelen in het lange gras. Aan die weide en rond dat hoppenveld was er ook een bos, een klein bosje. De rivier De Wey liep daar ook in de buurt. Dus de kinderen speelden verstoppertje, tikkertje, van alles en nog wat. Tot op een bepaald moment er een heer de meisjes nadert en hen aanspreekt. En die heer was Frederick Baker. Frederick Baker was iemand die nog niet zo heel lang in het dorp was komen wonen, een maand of twee. En hij werkte bij de plaatselijke advocaat William Clement in het dorp. Dus hij was daar klerk en bediende. Dus hij deed een beetje de administratie voor de advocaat en wat brieven typen en zo. En hij ging ook iedere zondag naar de mis, net zoals Fanny en haar vriendinnetje en de familie en zo. Dus zijn gezicht deed hun niet vreemd.
Dus ergens hadden ze wel een beetje een vertrouwd gevoel van, tja, we hebben die man nog eerder gezien, dus ze hadden niet direct schrik of zo, of ze waren niet direct argwanend ten opzichte van hem. En Frederick Baker was ook heel vriendelijk naar hen toe. Hij ging op zijn hukje, op zijn hurken zitten. Hij praatte ermee, vroeg wat ze aan het spelen waren en dat het mooi weer was en patati en patata. Dus hij voerde er een kort gesprekje mee. Hij bleef ook lang zitten en hij bekeek de meisjes hoe ze aan het spelen waren. En hij genoot ook van het zonnetje. Rond 2:30, dus de meisjes waren ondertussen al 1,5 uur, kleine 2 uur aan het spelen. Want ze waren vertrokken na het middageten. Ik had dat vergeten te vermelden daarnet. Dus ze waren rond 2:30 en Lizzie, dus het kleinere zusje van Fanny, begon een beetje moe te worden. En ze zei van ja, ik ga straks naar huis. Maar Minnie en Fanny wilden nog een beetje verder spelen. Maar toen Frederick Baker hoorde dat een van de meisjes wat moe was en dat ze zouden vertrekken, sprak hij de meisjes opnieuw aan en zei van ja, je moet niet vertrekken, blijf hier. Waarom gaan jullie niet mee met mij? Ik kan een mooi plekje tonen in het bos waar dan er prachtige bloemen staan. Hey, we kunnen een keer gaan kijken. Maar alle drie de meisjes waren een beetje argwanend en zeiden van nee. Oftewel spelen we verder, oftewel gaan we samen met Lizzie naar huis. Maar we gaan geen bloemetjes gaan plukken met u, het is lief. Wat doet Frederick Baker op dat moment? Hij haalt pennies uit zijn broekzak. En hij stelt voor aan de meisjes om voor hunzelf snoepgoed te gaan halen. Hij geeft die pennies niet aan alle drie. Hij geeft die pennies aan Minnie en Lizzie. Want hij had Fanny gezien en Fanny was eigenlijk ook een heel mooi kind. En hij was eigenlijk van plan om Fanny bij hem te houden. Minnie en Lizzie stonden natuurlijk, kleine meisjes en een beetje naïef op die leeftijd, wat wil je, met hun hand open om de pennies te ontvangen. En zij waren eigenlijk enthousiast om snoep te gaan halen in het snoepwinkeltje in het dorp. Aan Fanny gaf hij nog niet onmiddellijk snoepgeld. Hij zei tegen Fanny van, maar ja, ik kom toch maar een keer mee naar het bosje. Oh, ik ga een keer die bloemetjes tonen. Het is daar super mooi. Je hebt dat nog nooit gezien. Maar Fanny zei, ja, nee, ik ga het niet mee. En hij zei, ja, maar je krijgt dan ook een penny voor snoepjes te gaan halen. En dus Minnie en Lizzie draaien hun rug al en ze zijn eigenlijk zodanig enthousiast. Ja, als kind, wat wil je, snoep? En ze wandelen al op hun gemakje terug richting het dorp. Op dat moment denkt Baker bij zichzelf van ja, waarom zit ik hier te argumenteren met een kind van 8 jaar? En wat doet hij? Hij tilt Fanny op en hij neemt haar gewoon mee het hoppenveld in. Minnie en Lizzie stappen nietsvermoedend verder richting snoepwinkel, waar dan ze effectief ook binnen gaan, snoep kopen. Ze zetten hun op het bankje voor het snoepwinkeltje, verslinden hun snoep. Ze spelen nog een beetje op het pleintje naast de kerk ook. Ondertussen zijn er daar nog buurtkinderen die hun vervoegen en ze spelen allemaal samen. Ondertussen wordt het al vooravond en iets voor 5 vraagt Lizzie opnieuw aan Minnie van ja, ik wil nu echt wel naar huis. Ga je mee. Dus de twee meisjes vertrekken richting huiswaarts. Ze zijn zich van geen kwaad bewust. Ze vermoeden dat Fanny ondertussen ook snoepgeld zal gekregen hebben en dat ze mee gaan kijken is naar die bloemetjes of dat ze misschien al thuis is. Ze zijn er van, totaal van niks bewust. Net voordat ze thuis komen, komen ze de buurvrouw tegen, mevrouw Gardner. En mevrouw Gardner begroet de twee meisjes en ze zegt, ja, waar komen jullie van toe? Ja, we zijn gaan spelen in het veld en er was daar een man. En mevrouw Gardner zegt, oeh, en was Fanny niet mee? Want zij wist dan Minnie en Fanny de beste vriendinnetjes waren, dus ze vond het eigenlijk al vreemd dat Fanny er niet was. En Minnie en Lizzie vertellen aan mevrouw Gardner, jawel, ze was wel bij ons, maar er was daar een meneer en we hebben er pennies van gekregen, maar Fanny is meegegaan in het bosje om naar bloemetjes te gaan kijken en dan zou ze ook pennies krijgen, maar we hebben ze niet meer gezien, dus we denken dat ze waarschijnlijk thuis zal zijn. Mevrouw Gardner vindt dat een beetje een raar verhaal, een man in het veld en dat Fanny niet bij Minnie en Lizzie was, dus zij vindt dat redelijk verdacht, dus ze beslist om met de twee meisjes mee naar het huis van Harriet te gaan, dus naar het huis van de Adams. Mevrouw Gardner komt binnen bij Harriet, bij de familie Adams, en zij legt Harriet in van het verhaal dat ze net vernomen heeft van Minnie en Lizzie, waarop dat Harriet zegt, ja, dat is inderdaad wel vreemd. Nog altijd niet in grote paniek, want ik zeg het, in die periode, in die tijd, werden er niet zoveel kinderen ontvoerd en al die criminaliteit was eigenlijk heel uitzonderlijk. Maar de twee vrouwen beslissen toch, ze laten de kinderen thuis. Ze zeggen ook van, je blijft thuis, doet de deur dicht, we gaan een keer gaan kijken waar dat Fanny is. Dus mevrouw Gardner en Harriet
lopen terug op het weggetje langs de hoppenvelden naar de weide waar de meisjes vertelden dat ze gespeeld hadden. Ze komen daartoe, ze lopen een beetje rond aan dat hoppenveld, ze lopen langs de bosrand en plots komen ze inderdaad Frederick Baker tegen. Baker zit daar op zijn gemak, nog een beetje aan het genieten van de avondzon. En ze gaan er naartoe en ze zeggen van ja, heb je Fanny niet gezien? Hé? Een meisje, 8 jaar, donker haar. En Frederick Baker zegt ja, 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 ze was hier met haar 2 vriendinnetjes, maar ja, ik heb ze snoephaald gegeven en ze zijn terug richting dorp vertrokken. En verder weet ik van niks. Maar mevrouw Gardner heeft een raar buikgevoel en ze zegt van ja, hoe en samen. En Baker zegt ja, ja, ik heb ze gewoon snoephaald gegeven, we kunnen het ondervragen. Ik heb ze snoephaald gegeven en ze zijn terug vertrokken. Nu, meneer Baker, voor de Harriet en mevrouw Gardner, ze zagen hem ook altijd in de mis. En ze wisten dat hij eigenlijk redelijk gerespecteerd was, omdat hij dat jobje had bij een advocaat als klerk. Dus ze namen zijn verhaal als waarheid aan. Maar ja, niets was minder waar natuurlijk. Mevrouw Gardner en Harriet lopen nog een tijdje rond en proberen nog een beetje te zoeken tussen de hoppenvelden. En ze roepen Fanny bij naam, maar ze krijgen geen respons, dus ze beslissen om terug richting dorp te wandelen. En Harriet zegt ook tegen mevrouw Gardner, ja, Fanny heeft nog wel vriendinnetjes. Misschien vond ze Minnie en Lizzie niet onmiddellijk terug en is ergens anders bij een vriendinnetje binnengegaan om te spelen. Allee, we moeten niet panikeren onmiddellijk. We wachten nog even af en ik ga het eerst keer aan George vertellen. Als er iets is, dan hoor je het wel. Dus zo gezegd, zo gedaan. Elk loopt terug naar zijn huis. En Harriet ook naar haar kinderen in het huis van de familie Adams. Een beetje later die avond, ondertussen is het al 7 uur, Fanny is nog altijd niet thuis. George komt terug van een partijtje cricket te hebben gespeeld, hij komt thuis. En Harriet zegt, ik heb echt geen goed nieuws. Ondertussen, ze doet heel dat verhaal dat ze met Mrs. Gardner gaan zoeken is en zo. Of met mevrouw Gardner gaan zoeken is en zo. En dat Fanny ergens nergens te bespeuren is. En dat ze ook nog altijd niet thuis is. George zegt, ja, dat is niet juist. Kom aan, actie ondernemen. We laten de kinderen thuis en we gaan ze gaan zoeken. Dus opnieuw, George en Harriet gaan eerst op hun eentje zoeken. Maar Harriet zegt, ja, daar hebben we al gekeken en daar hebben we al gekeken. En we hebben niks gevonden. En George beslist, we gaan naar de pub, dus naar het cafeetje in het dorp. En we gaan dat daar gaan melden. En we gaan vragen of dat er vrijwilligers zijn die willen helpen zoeken. Natuurlijk staat daar onmiddellijk 15, 20 man recht uit dat cafeetje. En die café noemt de Leathern Bottle. Dus al die mensen van de Leathern Bottle die daar aanwezig zijn, zijn natuurlijk vrijwillig en springen recht om te helpen in de zoektocht naar Fanny Adams. Ze verdelen zich in verschillende groepjes om te gaan zoeken. En één bepaald groepje loopt richting Hoppenveld om eigenlijk volledig door het Hoppenveld te gaan. Dus in rijen van 5 of van 6 proberen ze het Hoppenveld te onderzoeken. En het moment dat ze aan het Hoppenveld komen, stapt een arbeider die op terugweg is van zijn werk uit het Hoppenveld. Natuurlijk, de mensen bekeken hem allemaal. Maar die arbeider had een bleek gezicht en was echt de verschrikking stond op zijn gezicht geschreven eigenlijk. En hij zei met een vrij kratende stem, je gaat nooit geloven wat ik juist tegengekomen ben, zegt hij. Ik heb het hoofd van een kind op een houten spies gezien. Waarop dan de mensen direct aan het panikeren, waar, hé? In alle staten natuurlijk. En die een arbeider legt gewoon uit, kijk, loop langs daar, het is daar heb ik het gezien en het is echt verschrikkelijk. Dus er zijn een paar vrijwilligers die naar daar lopen. Nu, George en Harriet waren in een ander groepje ergens verderop aan het zoeken naar Fanny. En er is natuurlijk iemand van die groep die aan het Hoppenveld aan het zoeken was, hen gaan alarmeren. Op dat moment, van als George dat hoort, stormt hij naar huis, grijpt hij zijn tweeloop van boven de schoorsteenmantel en komt terug in alle staten. De buur moet hem tegenhouden en zeggen van, je weet niet wat hij gaat doen, zij kalm. Als je de verkeerde hebt, ja, en door het verhaal dat Harriet vertaald heeft en de bevestiging van mevrouw Gardner, George heeft geen enkele twijfel en zegt, die een Baker, ik zal hem hebben. Dus hij vlamt met zijn tweeloop richting Hoppenveld. Gelukkig, je wordt overmeesterd door buren, allee, gelukkig of niet gelukkig, ik ga het aan jullie overlaten. Maar in ieder geval, de buren zeggen van, calm down George, er is totaal geen zekerheid dat dat meneer Baker is.
rustig, rustig, rustig. En je is zodanig over zijn toeren. De buren zien dat. En er zijn twee of drie mannen die George terug meenemen naar huis. En zeggen van, oh, rustig. Ze halen ook Harriet op. En ze zeggen, blijf gewoon binnen. Wij gaan verder zoeken. Maar kalmeer dat alstublieft. Want als het waar is van dat hoofd, geraad wat we nog al raad. Allee, kunnen al raden wat we nog allemaal gaan vinden. Dus die buren gebruiken hun gezond verstand en houden de ouders van Fanny in hun huis. Voor de mensen die niet goed tegen grafische beschrijvingen kunnen, want nu komt er een kort stukje, later komt er dan nog zo'n stuk, waar dat ik een redelijk grafische beschrijving geef van hoe dat hoofd van Fanny eruit zag. Dus klikt een minuut verder of klikt weg. Allee, je doet ervan dat je wilt, maar ik wil gewoon een waarschuwing geven dat het redelijk luguber is. Dus, dat hoofd van Fanny werd gevonden gespiest op een stok in dat hoppenveld. Er was één oor afgesneden. Het gezicht had overal schrammen, snijwonden, maar er was één opmerkelijke snijwond. En dat was, er had iemand met een mes echt een glimlach gemaakt eigenlijk. Dus een snede van de ene kant, dus van het ene oor tot aan het andere oor. Allee, daardoor was er zelfs al niet meer aan. Maar eigenlijk een beetje precies de glimlach van de Joker. Dus dat kind ergens echt, dus het hoofd af, het oor af, vol met letsels, maar één heel opmerkelijke snijwonde van oor tot oor. Ondertussen was de avond al gevallen, was het al behoorlijk donker en de mensen zeiden van ja, in het donker, ze hebben nog een klein beetje verder gezocht, maar ze gingen ervan uit dat dat oftewel een lichaam, oftewel in stukken, dat ze niet veel succes zouden hebben om nog iets van Fanny terug te vinden. Dus ze legden de zoektocht stil tot de volgende ochtend, maar heel vroeg. Het is zomer, dus het is heel vroeg klaar om dan met zoveel mogelijk mensen de zoektocht verder te zetten. En zo gezegd, zo gedaan. De volgende ochtend is er een honderdtal mensen die bij de aanvang van de zoektocht heeft verzameld aan de Leathern Bottle, dus het cafeetje in het dorp. De Leathern Bottle wordt ook als meldpunt ingericht. Dus als er mensen zijn die iets vinden of die iets gehoord hebben, alles van informatie en ook van gevonden bewijsmateriaal, moordwapen, alles dat je maar kunt denken, gelijk wat, iedereen moest melding maken in de Leathern Bottle. Natuurlijk opnieuw, zoals met de crime scene van Lizzie Borden. Indien een tijd plaatsdelict, dat werd zo goed als niet beschermd. Dus wat gebeurde er? Onder de mensen die aan het zoeken waren naar het lijk of de stukken van Fanny, waren overal door de velden, door de bossen aan het lopen. Dus heel waarschijnlijk is er ook bewijsmateriaal vertrappeld en bezoedeld geweest. Dat was met de beste wil van de wereld dat die mensen wilden helpen. Maar dat maakt het opnieuw voor de politie niet zo evident en niet zo gemakkelijk om onbezoedeld en zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. De kledij van Fanny werd teruggevonden, volledig verscheurd. Overal werden er stukken teruggevonden. Haar hoedje, want ze had een hoedje aan, zo'n strohoedje tegen het zonlicht, werd nooit teruggevonden. En nu komt de volgende grafische beschrijving van hoe ze de andere lichaamsdelen van Fanny hebben teruggevonden. Dus opnieuw een waarschuwing voor de mensen die daar niet goed tegen kunnen. Nu ga ik de beschrijving geven van hoe ze het lichaam hebben teruggevonden. Dus de romp van Fanny werd teruggevonden met een half been aan. Dus tot onder de knie. Dus er was een onderbeen. Het onderbeen hing er niet meer aan. Het andere been van Fanny hing er wel nog aan, maar echt met een heel klein stukje vlees. Dus het was eigenlijk volledig doorgesneden. Aan de linkerzijde van haar borstkas waren er 5 diepe snijwonden. Ook waren de organen uitgehaald, ook haar hart. Haar hart is later ook nog teruggevonden. Dus al die lichaamsdelen waren helemaal verspreid. Een van haar onderbenen is ook teruggevonden. En dan haar voeten waren ook verwijderd van de rest van haar lichaam. En één voetje van dat kind zat zelfs nog volledig in de schoen. Dus al die stukken hebben ze teruggevonden van het lichaam van Fanny Adams. Echt, allez, je moet het je maar voorstellen. Wat gaat er in een mens om als je een kind van 8 jaar, en volwassenen ook, maar een kind, een meisje van 8 jaar, helemaal in stukken van een haalt? Dat moet toch echt crazy. Later die dag werd er nog een lugubere
ontdekking gedaan en dat was haar ogen. Haar ogen zijn teruggevonden in de rivier De Wey aan de oever eigenlijk. Allee, aan de rand van de rivier zijn haar ogen teruggevonden. En ook een grote steen waar dat er huid en haar aan vasthing. Zoals gezegd, alle stukken en alle bewijsmateriaal dat gevonden werd, werd naar de Leathern Bottle gebracht, waar een forensisch patholoog alles terug aan elkaar naaide, om te zien welke stukken natuurlijk er nog te kort waren of er nog ontbraken. Als ze aan elkaar genaaid was, dus ze hebben eigenlijk wel alles teruggevonden, buiten een paar organen geloof ik, hebben ze alles teruggevonden, dus die forensisch patholoog naait alles aan elkaar. En er is een inspecteur van de politie, William Cheney, die... hoe moet ik dat nu gaan zeggen? Die eigenlijk de leuke opdracht heeft om dat pakketje te gaan ophalen. Want het was eigenlijk echt verpakt in een pakket. En er hing een briefje aan van stukken van een kind. Zo werd dat pakketje meegegeven met inspecteur Cheney. Het moment dat William Cheney in de Leathern Bottle arriveerde, natuurlijk kun je al gaan inbeelden in een dorp gelijk Alton. Iedereen was aan het praten met elkaar, iedereen was aan het discussiëren, iedereen was aan het roddelen. En Cheney hoorde ook veel verhalen, maar er was één naam die verdacht veel voorkwam. Frederick Baker. William Cheney kwam aan op het politiekantoor en hij wilde geen seconde verliezen, dus hij... riep een paar agenten op, of hij trommelde ze op, en vertrok naar het werk waar Frederick Baker werkte dus, bij advocaat William Clement. Dus hij en een paar agenten vertrokken naar daar. Het was ondertussen al 9 uur 's avonds. Er waren mensen die de stoet politieagenten hadden zien voorbij komen en die hem gevolgd waren. Natuurlijk heel veel mensen die woedend waren, die ook maar één persoon als verdachte zien. Dus dat was eigenlijk een woedende menigte die de politie achtervolgde. Ze komen daar aan om 9 uur 's avonds. Ze wilden eigenlijk gewoon zijn werkplek onderzoeken en Frederick Baker nog niet onmiddellijk alarmeren. Maar wie treffen ze daar aan om 9 uur 's avonds? De man zelf. Dus Baker was nog aanwezig op zijn werk. Normaal gezien... Zijn baas, William Clement, bevestigde dat hij dat al vrij raar vond dat Baker daar nog aanwezig was. Want het was altijd de eerste om naar huis te gaan. Liever een uur vroeger dan een uur langer. Dus dat hij daar om 9 uur 's avonds nog aanwezig was, dat was eigenlijk ook al iets heel raars. Nu, de politie komt daar binnen en ze beginnen onmiddellijk met hem te ondervragen. Maar hij houdt voet bij stuk dat hij niet schuldig is. En hij vertelt hetzelfde verhaal als hij aan Harriet en Mrs. Gardner heeft verteld... dat hij de meisjes alleen maar snoepgeld heeft gegeven en dat ze daarna vertrokken zijn, alle drie tezamen, en dat hij ze niet meer heeft teruggezien. Dus hij bleef bij zijn verhaal. Andere politieagenten hadden al andere sporen nagetrokken en iedere eventuele verdachte was al niet meer verdacht. Ze hadden alles nagetrokken, dus er bleef eigenlijk maar echt één hoofdverdachte over en dat was Frederick Baker. Dus de William Cheney... vroeg aan Baker om mee te komen naar het politiekantoor. Maar natuurlijk, met die woedige menigte buiten, hebben ze hem zelfs moeten langs een achterdeurtje buiten brengen om hem tot aan het politiekantoor te kunnen voeren. Op het politiekantoor aangekomen, er waren nog 2 agenten achtergebleven bij de advocaat om daar alles nog verder te onderzoeken. Maar op het politiekantoor aangekomen... manen ze Frederick Baker aan om zich te strippen. Dus ze fouilleren hem eerst helemaal en ze strippen hem helemaal. En wat vinden ze? 2 kleine messen, maar helemaal proper, blinkend, 2 kleine messen in zijn broekzak. En het moment dat hij de broek afdoet, het moment dat hij aan het strippen is, zien ze op zijn kousen bloedspatjes. Dus kleine rode spetters. Zien ze. En ook op het moment dat hij zijn hemd afdoet aan de binnenkant van zijn mouwen, zijn er ook bloedspatten te vinden. Strange. Als een van de politieagenten zegt van waar komt dat bloed, dat is toch bloed? Antwoordt Baker enorm sarcastisch. I don't see no cuts or scratches on my hand or feet. What do you think? Echt, zo op een toontje van ga je gaan in. Hoe langer Baker daar op dat politiekantoor zit, hoe creepier dat hij komt. Hij blijft gewoon ijzig, kalm.
en relax zelfs. Het is of dat hem allemaal eigenlijk niet veel kan schelen. En je doet hem heel nonchalant naar de politieagenten. Je doet hem heel rustig. En ze kregen er echt koude rilling van zijn gedraging. Ondertussen, die twee agenten die nog achtergebleven waren bij de advocaat, dus om zijn werkplek te onderzoeken, waren nog iets te weten gekomen. Dus wat hadden ze gevonden? Een notitieboekje. Een notitieboekje die in een van de lades van Baker zijn schof zat. Een van de lades die in Baker zijn schof zat, dat klopt niet. In een van de lades vonden ze dus dat notitieboekje. Goed, moet niet ingewikkelder maken dan dat dat is. En wat staat er als eerste zinnetje bovenaan 24 augustus, dus de dag van de moord op Fanny? I killed a girl, it was fine and it was hot. Ik hoop dat dat laatste dat hij erop zet over het weer ging, maar ik heb er mijn twijfels over. Na de vondst van dat notitieboekje rijden of wandelen of lopen, reden die twee agenten zo snel mogelijk naar het politiekantoor om dat aan William Cheney te gaan tonen. Dus de inspecteur die de leiding had over het onderzoek. En zij tonen dat notitieboekje, waarop dat iedereen dan heel zeker is dat Frederick Baker de schuldige is. Maar Baker plooit niet en zegt: ik ben niet schuldig, ik heb daar niks mee te maken. En I killed a girl. Ik had erover horen vertellen in het dorp. En ik had dat gewoon neergeschreven. En dat laatste, dat ging over het weer. Het was toch, ik weet niet hoe warm weer. Gisteren, zegt hij, daar gaat dat over. Heb je daarmee geen bewijs? Maar ja, ik bedoel, je mag hem er proberen uit te lullen, zoveel of dat hij wilt. Het is geen een van die politieagenten die het pikt. Hij wordt in voorhechtenis geplaatst en hij probeert de rechter ervan overtuigen dat hij ontoerekeningsvatbaar is, dat hij niet stabiel is, dat hij mentaal ziek is, dat dat zelfs iets is dat in zijn familie zit, dat hij al probeert zelfmoord heeft te plegen. Nu blijkt dat wel, dus dat wordt onderzocht en blijkt wel effectief dat zijn familie iets met mentale ziektes heeft. Dus er zijn familieleden, een tante geloof ik en zijn vader, die mentaal ziek waren. Maar Baker zelf wordt door een psychiater onderzocht en wat blijkt, daar scheelt er niets mee. Het scheelt veel mee, maar goed, het is gewoon een sociopaat, maar hij is niet mentaal ziek. Als die Fitz heeft dat fabeltje van die ontoerekeningsvatbaar niet pakt bij de rechter, probeert hij het op een andere manier en zegt hij dat hij stomdronken was en dat hij niet meer wist wat hij deed, dat hij zodanig ver was van de alcohol. Maar natuurlijk waren er verschillende getuigen die dat konden weerleggen. Waaronder natuurlijk Harriet en Mrs. Gardner. Want weet je nog dat ik verteld heb dat zij hem tegengekomen waren in het veld. Dus dat was misschien 3 uur later of zo. En er was daar niks aan te zien. Stomdronken, totaal geen waar. De rechter, gelukkig, een normale man, die pikt geen een van zijn verhaaltjes van Baker en hij wordt opgesloten op 26 augustus in de gevangenis van Alton. Daar voelt hij hem niet goed, hij eet niet, hij vermagert, het gaat echt niet goed met hem. Maar, en daarin slaagt hij dan wel, dus Alton schijnt dat echt een hele, ja, low budget, als ik het zo mag noemen, gevangenis was. En hij kreeg de rechter zover om hem te laten overplaatsen naar de gevangenis van Winchester. Hij mag in die gevangenis verblijven tot aan zijn proces. Dat zal plaatsvinden op 5 december van 1867. Terwijl Baker van de straat is, gelukkig, want hij was een gevaar voor de maatschappij, dat zag de rechter ook wel in. Dus terwijl dat hij opgesloten zit, komt er in oktober nog een getuige naar voren. En dat was een jongetje dat samen met zijn moeder naar de politie gegaan was om te verklaren dat hij op die bewuste dag, dus die 24 augustus, aan het spelen was langs de rivier en dat hij Baker had gezien terwijl hij aan de oevers van de rivier zijn handen aan het wassen was. Hij had ook gezien, dus hij was zijn handen aan het wassen. Hij zag dat hij zijn broek aan het nat maken was. Wellicht dus de onderkant om die bloedspetters weg te wassen of af te wassen. En hij had ook twee objecten in zijn handen dat hij aan het afwassen was. En dat hij terug in zijn broekzak stopt. Dus ja, je moet er al geen tekeningske meer mee maken. We weten allemaal over welke twee objecten dat het gaat. De getuigenis van deze jongen bindt hem natuurlijk volledig de das om. Op 5 december 1867, zoals gepland, gaat zijn proces van start.
Minnie wordt ook, dus het vriendinnetje van Fanny, wordt ook opgeroepen als getuige en zij identificeert Baker onmiddellijk. Dus hij wordt op 5 december veroordeeld tot de doodstraf. En hoe zal die uitgevoerd worden? Door ophanging. Frederick Baker wordt opgehangen op het plein voor Winchester Castle op 24 december 1867. Dus op kerstavond. Iedereen kon kerstavond vieren met een gerust hart, want dat gevaar voor de maatschappij was van de weg geruimd. Als officiële doodsoorzaak werd opgetekend moord door een steen. Dus weet nog die steen dat ze gevonden hadden met huid en haar aan van Minnie. Dus dat werd officieel opgetekend als moordwapen. Maar natuurlijk, die insnedes met die twee kleine messen, dat vonden ze nog altijd heel raar. Natuurlijk, die kleinere en allee, dat rond haar mond en zo, dat kan met die kleine messen gebeurd zijn. Maar bijvoorbeeld het werk aan haar benen en aan haar voeten en aan haar armen, want al haar ledematen waren los van haar romp eigenlijk. Dat kan hij onmogelijk met die twee kleine mesjes gedaan hebben. Dus ze vermoeden dat er nog altijd een derde of vierde zelfs moordwapen, twee kleine messen, een steen. En er moet nog een vierde moordwapen geweest zijn, maar dat is nooit teruggevonden. Nu, uiteindelijk maakt het niet veel meer uit. Ze hebben hem uit de weg geruimd. Dat is ook zo nog iets. De doodstraf. Ik weet niet wat dat jullie daarvan vinden, wat dat jullie mening daarvan is. Is dat done of is dat not done? Mag dat? Kan dat? Of vinden jullie dat volledig verkeerd? Ik ben er tegen. Ik ben er echt tegen. Want ik ben iemand... als je een moordenaar... Oké, hoe erg en hoe afgrijselijk dan die mensen eigenlijk in elkaar zitten. In veel gevallen toch? Of in de meeste gevallen toch? De persoon die de doodstraf moet uitvoeren, is ook een moordenaar. Het is iemands leven ontnemen. Allee, dat is mijn mening. He. Natuurlijk, en iedereen mag zijn eigen mening hebben natuurlijk. Maar voor mij is de doodstraf gewoon iets... Allee, dat zou niet mogen. Dat iemand anders... En dan nog wordt het uitgesproken van hoger hand meestal. Bedoel, er zijn andere mensen die daarover beslissen. Maar de persoon die het moet uitvoeren... is in mijn ogen ook een moordenaar. Weet je al, je ontneemt iemand die de injectie heeft, of die de, ja, dood neemt ook iemand anders zijn leven af. Dus ik ben eigenlijk echt wel tegen de doodstraf. Hoe zit het bij jullie? Graag jullie reactie, graag jullie commentaar, graag jullie duimpje. Als je het een leuke video vindt, dan geeft mij dat inderdaad een boost en wat motivatie om ermee verder te doen. Ik vind het superleuk. Maar het is nog altijd leuk, het is nog altijd een duwtje in de rug als ik kan ervaren dat er mensen zijn die diezelfde interesse delen met mij. Goed, dus laten we er maar gaan. Nee. Duimkus en commentaar of reactie. Goed, dankjewel. Bye bye. Ben hier nog een keer terug. Er is ook nog een gezegde. Sweet Fanny Adams. Misschien zijn er mensen onder jullie die dat kennen. Het is eigenlijk een beetje een luguber gezegde. Dus met heel die zaak, je weet nu dat dat allemaal in elkaar zit. Dus x aantal jaren later, de Britse zeemacht, dus de mensen van de marine in Engeland, kregen als rantsoenvoer conserveblikken mee op zee. Als rantsoen. En het zat daar schapenvlees in. Maar bewerkt schapenvlees. En het schijnt dat dat echt... onmenselijk was. Dat dat echt heel erg stonk en dat dat echt totaal niet smakelijk was. En die Britse zeemacht, de mensen van de Britse zeemacht in die tijd, maakten daar een grapje rond. Als ze zo'n blik opentrokken, zeiden ze van, sweet Fanny Adams. Dus het is eigenlijk wel een beetje luguber. Maar goed, het was nog een beetje. Ik wilde dat ook nog een keer delen met jullie. Nu ben ik echt weg. Tot de volgende. Bye bye.